Roei kikken door. Vandaag zijn we in het 's-Hertogenbosch bij mijn boy Tijn Witteveen. Let's go! Roei, vandaag zijn we bij Tijn Witteveen. Wat me als eerste opvalt, Tijn? Ja. Je bent best wel jong, hè? Ja. Hoe oud ben je? 24. En je hebt een collectie boven de 1000 paar? Ja. Vertel, hoe is dat begonnen dan? Toen ik 8 was, begon ik met basketbal. Zo, 8 jaar? Ja, 8 jaar. Oké. Okay. En toen, op een gegeven moment zag je elke keer vette Jordans en zag je iedereen met vette basketbalschoenen. En toen ging ik me daar wat meer in verdiepen. Maar in die tijd droeg je zelf geen Jordans? Nee, want ik wist er eigenlijk niks over. En ze waren super duur. En ze waren eigenlijk onmogelijk te krijgen. Want ik woonde toen bij mijn ouders in Ede. Ja. Ja, daar had je geen sportswinkel die het verkocht. Nee, denk ik ook niet. Nee. Nee. Dus op een gegeven moment, toen ik ongeveer 12 was, 12, 13. Toen was ik met mijn vader naar Amsterdam gegaan. Had ik mijn eerste paar Jordans gekocht. En vanaf dat moment ging ik eigenlijk online zoeken. En dan kwam ik erachter dat er superveel verschillen waren. En toen leerde ik al die modellen uit mijn hoofd. Maar voornamelijk Jordan 1, of? Eigenlijk niet. Eigenlijk alle basketbalschoenen? Ja, meeste wel. Ik heb wat Jordan 8's en zo. Jordan 9, 7, 6. Ja, echt van alles. Ja. Ja. Als ik de vakantie thuis wilde blijven, moest ik van mijn ouders een vakantiebaantje hebben. Ja. Anders moest ik mee op vakantie. Ja, anders moest ik mee op vakantie. Ja. Dus omdat ik in principe door het hele jaar tijdens school altijd basketbal had ik geen tijd daarvoor. Ja. En in de zomer kon ik dan eigenlijk mijn schoenen daarvoor sparen. En 5 jaar geleden toen ik begon met werken hier bij Foot Locker in de stad, omdat ik hier kwam wonen voor studie, toen is het eigenlijk heel hard gegaan. Met schoenen kopen? Ja, met schoenen kopen. Ja. Want dan was het elke week wel nieuw. Daarna ben je een soort van open-minded geworden, toch? Tot naar andere merken toe. Ja, ik had, denk ik 4 jaar geleden of zo. Ja. Of misschien 5. Toen, toen ging je pas van over naar de switch. Van echt Jordan, Nike en dan vanaf 4 jaar geleden pas? Nee, echt, toen ik hierheen ging verhuizen, was het eigenlijk echt alleen nog maar Nike. Mm-hmm. Dus vooral Air Max en zo. Ja. En toen ik hier overging, ook nog Nike, maar ook andere dingen. Dus de non-Air Max, zeg maar. Of andere Air Max, maar ook non-Air Max. Ja, wat runners en zo. Maar ik bedoel meer van ook andere dingen als in andere merken. Oké. Ja. Ik denk dat ik nu wel 20 verschillende merken of zo heb. Ja, maar wat je favoriete merk blijft de Swoosh, denk ik, of? Nee, nu vind ik Adidas wel vet. Adidas is jou nu nummer 1? Ja, nu vind ik dat het vetst. Met die AZX-serie die uitkomt en... Wat nog meer? AZX en? Ja, Equipments en zo. Oh, dus ook Yeezys of? Nee, helemaal niet. Dat totaal niks? Nee. Oké. Okay. Ja, ik vind die 700 vind ik wel nice. Alleen dan die Wave Runner alleen. Ja. Maar omdat die nu zoveel aandacht heeft, dan blijf ik er vanaf. Ja, maar ik vind ze wel heel lekker zitten. Ze zitten echt mega goed. Misschien nog een keer kopen dan. You don't care. Ja, deze bijvoorbeeld. Dit is de eerste collab van Concepts. Mm-hmm. Ja, samenwerking met New Balance. Iemand op Instagram die ik volg, een Duitse jongen, die had die. Mm-hmm. En hij postte hem. Dus ik had gestuurd van, oh vet. En ik zoek die al best lang. Ja, en hij zei, als je hem wil, dan kunnen we wel ruilen of zo. En dat was een 8,5. Dus een 8. Ja, volgens mij 8,5 of 8. Een 7,5. Een 7,5, ja. Deze valt ook groter. Ja, dan leg ik dit wel even zo. Tijn, is dat uit... 91, 92 of? Ja, klopt ja. Ja, ik heb die in New York gekocht. Toen ik er was, mijn vriendin die heeft daar gewoond. Mm-hmm. Voor 4, 5 maanden. En deze had ik bij iemand gezien die onder de Brooklyn Bridge op een marktje. Ja, had die 2 doosjes. En voor de rest alleen maar vintage kleding en zo. Maar waren ze die al kapot toen ook? Ja, ze zagen er zo uit. Okay. Ja, omdat ze gewoon zo fragiel zijn. Oud toch? Als je het aanraakt, valt het uit elkaar. Ja. Maar een beetje aan de praat geraakt met hem. En hij wilde een stuk meer. En toen op een gegeven moment zei hij van, deze persoon vindt het echt vet. Dus toen zei hij, als je wil, dan mag je voor $35 mag je ze allebei hebben. Dus Ja, hij is blij dat hij $35 per stuk heeft. Jij bent blij voor $35 betaald, toch? Ja, ik ben zeker blij mee. Cool. Ja, ze helemaal kapot aan gaan, hè.
Ja, die was hier kapot. Aan de andere kant ziet het er nog wel best mooi uit. En hier heb je... Ja, deze ziet er nog wel redelijk mooi uit. Dit valt nog niet echt uit elkaar. Hey Boei, hoeveel schoenen heb jij eigenlijk? Ik denk dat ik nu op een beetje op zo'n 800 paar zit of zo, denk ik. Damn, Tijn. New Balance? Ja, New Balance. Deze kon je alleen in Milaan kopen. Dat was voor Flagship Store in Milaan dat je die, dat die ging openen. 991 toch? Of? Ja, 991 is dat. Ja, dus ik had iemand gezocht in Milaan om, om te kijken of die hem voor mij kon Wacht, kopen. In Milaan waren 100 paar? Ja, 100 paar, ja. Oké, that's it. Ja. Oké. Okay. Ja, en iemand die dus daar woonde, die heeft hem voor me gekocht. En die heeft hem toen naar mij gestuurd. Wat is het? Retail 200, 220? 210 volgens mij. Welk jaar was dat? 3 jaar geleden of zo. Vier jaar geleden. Oké. Okay. Ja. Ja, mooie shape toch? Ja, heel vet. Of deze. Dit is Adidas Rivalry Low. Dat is ook wel vette. Die kon je alleen in New York kopen. Er waren met 5 verschillende steden of wijken in New York. Oh, dus al die wijken staan hier op? Ja, Manhattan, Bronx, Brooklyn, Staten en Queens. Daar staat ook de 5. Ja, omdat het dus die 5 regio's zijn. Mm-hmm. En dan kon je via Instagram waren 5 verschillende mensen die al die wijken representeerden. Ja. En, die moest je contacten via Instagram. Ja. En dan kon je naar hun toe. En dan hadden ze 1 schoen bij zich. Ja. En dan zat er een chip in. Ja. Kon je met je telefoon erop. En dan kon je hem betalen. En dan werden ze daarna naar jou gestuurd. Oh, dope. Ja. 100 dus, paar? Nee, hier hadden ze wel wat meer. Maar uiteindelijk hadden ze volgens mij iets van 150 paar met die campagne of zo verkocht. En degene die de campagne won, die kreeg $5,000. En echt? Ik kon dat doneren aan een goed doel of zo. Dope. Ja, sick. Oh ja, mag ik even langs? Natuurlijk. Even kijken, deze. Rejuvenation, toch? Ja, Navigation Pack. Maar het is toch die... Oh, wacht, dit is zonder laser, toch? Ja, deze heeft geen... geen laser? Deze simpel en die heeft geen laserprinter op. Oh, sick. Ja. Dit is uit 2003 is het. Ja. Ja, ik had deze nog een keer. Dubbel. Ja, alleen toen ben ik naar de trein gerend en toen is die kapot gegaan. Oh, damn. Ja, maar dit is fabrieksfout, man. Dit is gewoon niet goed. Ja, het is wel heel oud. Die is gewoon fucked. Ja. Maar ik heb dit ook nog nooit gezien, denk ik. Gewoon zonder de laserversie. Nee, ja. Het sample die is niet uitgebracht, nee. Maar in hetzelfde jaar als de laser dan? Ja, ja, dit was eigenlijk de sample voor die laser. Oh, wow. Ja. Sick. Deze? Pata? Ja. Oh, die Chucks. Ja, Converse. Dope. Is dit niet van die hoge Chuck? Die lullen? Fetus? Nee, volgens mij kreeg je deze erbij. Oh, is het net die lullen kleur? Gewoon ja, allebei. Lijkt wel erop. Ja. Ja, die was van 10 jaar bestaan. Kijk, als je die zolder erop doet, zie je 10 jaar. Dope. Ja, en van al deze waren 1... 1 maat in 1 kleur. Ja. Dus elke kleur had een andere maat. Ja. En er was maar 1 van per maat. Ik was deze helemaal vergeten dat deze ook er waren. Ja. Ja, en dit is de maat, even kijken, 8. Ja. En dan heb ik ook de maat 7,5, want deze vallen groot. Mm-hmm. Die heb ik hier zo. Pak die wel even. Hier, dit is de zwakke. Och, kijk. Ja. Wow. Ik heb geen 1 van deze, man. Oh, keihard deze. Ja, ik vind deze ook wel mooier. Sick. Ja, hier heb ik alleen niet de doos van, want die doos is ook wel vet met die oude stof. Hé, maar hoezo heb je daar geen doos van dan? Ja, ik weet niet. Toen was die degene kwijtgeraakt. Oh, echt? Ja, ik heb die later gekocht. Je kon een loodje kopen en dan maakte je kans om hem te winnen. Ja, ja. Hard. Keihard. Ja, heel vet. Ja, sick. Vet. Oké, Tijn. Als je opslag nu in de fik gaat, je mag maar 5 paar pakken. Welke 5 pak je? Ja, deze is nummer 5. Dit is Hummel samenwerken met Overkill. Mm-hmm. Ja, op de Maratona. Dit is wel mijn favoriete model.
van Hummel. Ja. En ja, deze colorway vind ik gewoon echt fucking hard. Dus die overline van licht naar het donkerpaars, ja. Zeg maar. Ja. Dope. Ja, details zijn echt mooi. Mm-hmm. Deze draag ik ook al veel. Ja, deze zou ik meenemen. Nummer 5. Nummer 4 is deze. Dat is Adidas Equipment 91 collab Packer. Met Packer. Ja. Dat is van 2 of 3 jaar geleden. Wat een outdoor feel, hoor. Ja. Ja, heel vet. In die, even kijken, die heb ik gekocht op de terugweg van de dierentuin in de auto. Met mijn laptop op schoot, met een hotspotje aan. Toen was die, om 6 uur was die release. En je had hem gewonnen? Ja, toen kon ik hem kopen via de website. Dat is toch wel een lekker gevoel dan, dat je in een auto zit en je toch. Ja, daar was ik wel heel blij mee. Ja, dit is mijn top 4 dan. Nummer 3, dat is deze. Oh, dat is dope. Ja, MX-90 van 25th Anniversary Pack uit 2015. Ja, en dit pack was uitgekomen. En dit was de enige die niet uitgekomen was. Ja. Ja, deze was niet gereleased. Is unreleased, zeg maar. Ja. Hard, man. Het is toch wel de mooiste van heel die serie dan, toch? Ja, vind ik ook. Sick. Even kijken. Nummer 2. Is deze. Oh, fuck. Ach, zo mooi. Ik heb spijt, ik heb deze gehad, ik heb verkocht, maar ik weet gewoon niet aan wie. Ik weet ook niet, ik weet het niet meer. Ik weet niet waar ze zijn. Keihard, man. Ja, die details. Ja, die is super mooi, man. Dope. Die kleur, dat goud. Ja. Fuck. Keihard. Oh, man. wil je die niet wegdoen, Tijn? Nee, helaas. Oh, shit. Keihard. Oeh. En de laatste dan? Deze. Dat is een grote doos. Ja, dat is Strijf. Ja, dat is ZX 10.000. Samenwerking met Overkill. Hè, 3 paar? Of? Ja, 3 schoenen zaten in een doos. En dan kon je... Ze hadden een release party voor de schoen. En dan moest je daarbij zijn en kon je ze kopen. Maar dit is een set? Ja. En dit niet? Nee, dan kreeg je dus 1 compleet paar van deze. En dit is die colorway van die ZX 9000 Hydra. Ja, ja, ja. En die van die ZX 8000, die Aqua. Ja. En dan kreeg je dus van deze kreeg je een compleet paar. En van die kreeg je een losse, of rechter of linker. Oké. Okay. Ja, en dan moest je dus met andere verzamelaars, die ze ook hadden, moest je eigenlijk proberen in contact te komen om jouw maat een compleet paar te krijgen. Om ze dan van hun te kopen of te ruilen. Oké, okay. In dit geval zocht je dus de linker van deze. Ja, maar het mooie is dus, bij de release kon ik ze niet kopen. Ja. Deze heb ik later pas gekocht. Maar ik vond die veel mooier, die colorway. Dus toen ben ik gaan zoeken. En toen heb ik via een Engelse en een Duitse vriend... heb ik allebei een los paar losse schoenen gekocht. Dus, en toen heb ik dus een paar compleet gemaakt. Dus eigenlijk zocht je de linker van die, maar dan heb je een compleet Deze? Nee, deze had ik nog niet. Nee, maar die linker, dus de blauwe. Ja, nee, ik had... Dus deze heb ik gekocht. Ja, dus die heb je zo gekocht? Ja, die heb ik allebei los gekocht. Allebei los gekocht? Ja, los gekocht. Dus hoeveel? Ik kocht een losse schoen. Hoeveel? Ja, best veel. Hoe bedoel je? Ja, wat is veel? Ik kocht deze voor 150. Dus alleen een linker schoen? Ja. Zonder doos, en dat zonder is nog rechter. Een goede deal. Ja. En deze, die, daar heb ik iets meer voor betaald. Wat is iets meer? 250 volgens mij, maar nog steeds een goede deal. Dus totaal heb je los gekocht 500? Nee, 400? Ja, 400. En dan heb je nog steeds 1 rechter van die? Ja, maar die retail van deze was al 300... even kijken, nee, 210 of 230 of zo. Oké. Ja. Wow, sick. Ja. Is wel een leuk verhaal. Dat je met je mede-collega's gaan zoeken naar je goede maat en de linker of de rechter. Ja, dus hier ben ik wel erg blij mee. Ja, was ook wel een lange zoektocht. Is het welke, 2, 3 jaar, hoe lang is het geleden? 2018 is dat. Ja, dit was de eerste van die serie. Ja. Van de ZX 10.000 die uit was gekomen. En daarna kwam pas die general release daarvan. Met die overkomende Ja, op de achterkant zat ook. Dope. Ja, wel vet. Ja. Tijn, dankjewel voor je top 5. Dit was Woei Kickin' Door met Tijn Witteveen, a.k.a. Instagram Tijn Witteveen. Tot de volgende. Hey Tijn, trouwens, die 180 samples. Gemijzen, man. Vies het.